Ik ben Mart Visser. Dit is wat ik doe. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik maak. Mijn passie. Ik ben een beetje aan het hergroeperen. Ik heb verzameld waar ik mee wil gaan werken. Dus dat een aantal stoffen waar ik sowieso mee aan de slag wil. En dan heb ik gewoon wat ik tot nu toe heb lopen schetsen. Gewoon wat ideeën, wat dingen uitlopen, werk. Al wat avondwerk. Ik wil heel wat echt moulage-achtige avondjurken en robes erin zetten. Dat vind ik gelijk te eenvoudig. En ja, dat is eigenlijk een beetje. Ik ben een beetje de puinhoop aan het weghalen eigenlijk. Kijk, allemaal kleine gescheurde dingen van wat ik wel of niet mooi vind. En op die manier bouw ik een beetje mijn collectie op. Ik heb een bepaald gevoel door het te gaan rimpelen en in elkaar zo te zetten op die manier. Het moeten groepen worden. En dat is altijd een heel leuk gevecht. Want aan de ene kant moet het een taal worden door je collectie heen. Aan de andere kant moet het een stoffenbeeld zijn wat elkaar aanvult en versterkt. En daarnaast komt ook nog een keer een kleurbeeld in, waardoor ik ook een seizoen kan weergeven. Dus zorg voor die kaars. Ergens vragen. Vraag het dan nu. Zorg dat het model hier niet blijft staan. Klaar is klaar, lopen. Gewoon, jij bent gebiedende wijs hoe dat zij moeten gaan werken. Oké, we gaan over 3 minuten. Gwen, Jolien, Meryl, Lieke, Anna. Heeft iemand een schaartje? Anna? Tine, heb je een schaartje? Tine! Oké. Eén minuut. Jongens, maak iets goed van gewoon alsjeblieft. Ja? Mooie vaart erin. Opperste concentratie. Dat is niet goed gedaan. Ik denk dat je een ontwerp moet zien als A, natuurlijk gewoon je gedachtegang. Wat vind je mooi, tekent het uit. Maar aan de andere kant is het ook zo, als ik op beurzen ben of stofleveranciers bij mij thuis heb of wij ontwikkelen zelf materialen, dat ik ook heel erg vaak al het ontwerp zelf zie. Maar ik ben toch eerder een vormgever, een soort beeldhouwer, architect, dan dat ik mezelf als een soort kunstenaar met een materiaal zie of zo. Ik zie het gewoon veel meer. Dat vormgevende element, daar moet die stof eigenlijk bij worden gevoegd. En ik denk dat 65% van mijn collectie is. Die overige 35% vind ik soms een stof die zo valt, die zo drapeert, die zo moeleert, dat ik denk, oké, daar kan ik alleen maar dat van maken. Dus hoef ik niet eens een tekening te maken, dan zet ik het ter plekke op een pop of op een model. Dus ik denk dat die samenspraak, die samenvoeging weer, uiteindelijk het ideale ontwerp kan neerzetten. Over moeleren gesproken, daarin herken ik de meester Mart Visser. Hè? Moeleren, dus het draperen op een pop of op een model, dat zijn jouw sterke kanten. Ja, omdat het ook dat is een momentopname. En ik kan in 5 of in 10 minuten tijd, staat er voor mij in grote lijnen, staat er een avondjurk of een moulage stuk op een pop. En daarmee, ja, dat is mijn handschrift. Dat komt 100% uit mijn handen. En dat is niet als een, is weer anders dan een tekening. Kun jij je de jurk van je kleuterjuf nog herinneren? Dat heb ik jou volgens mij zeker ergens een keer verteld. Van die hele achterlijke dingen zijn dat. Het was een soort. Jaren later kwam er een jurkje van Thierry Mugler. Ik denk ergens 1985, 86. En dat waren van die regenboogkleuren over elkaar heen. En ze heette Juffrouw Quint. Dat vergeet ik echt nooit meer. En volgens mij was het echt zo'n Trevira 2000 jurkje. Maar dat had van die visgraadstrepen. En het stom is dat ik dus nog steeds vaak met die visgraten zo werk. Moet je nagaan wat een invloed dat heeft. Hetzelfde dat mijn moeder altijd als een van de weinige vrouwen een leverkleur kon dragen. Zo'n mooie levertoon. Mijn hond is nu zelfs leverkleurig en ik werk dolgraag met levertonen. Dus dat zijn, ik denk toch dat als je ouders bent met kinderen, stop er zoveel mogelijk in van jongs af aan, want je krijgt het er echt op een gegeven moment op een goede manier eruit. Dus je passie voor mode en stoffen is misschien al wel op de kleuterschool ontstaan? Eerder. Het heeft er gewoon altijd ingezeten. Dus, en ik denk dat dat ook de kracht uiteindelijk moet zijn, dat je terug kan keren naar je eigen roots, creatief. Omdat het er gewoon vanaf je. Ik ben er misschien net niet mee geboren, misschien een stukje, maar
Het heeft er gewoon altijd ingezeten en altijd die interesse gehad. Hoeveel uur per dag denk je niet aan mode? Als ik slaap. En als ik het soms helemaal ermee gehad heb. Maar dan zoek ik leuke muziek uit. Of dan ga ik een mooi kunstboek zitten lezen. Of dan werk ik mijn eigen bibliotheek eens door met allerlei modeboeken. En dan wordt mijn werk waar ik op dat moment een hekel aan heb weer heel leuk. Mijn hobby waar ik plezier in heb. Ik heb kunnen neerzetten wat ik wilde. Weet je, mijn moeder zei op een gegeven moment heel mooi in een interview een keer. Ergens dat ze dacht zo'n leuk om Marts moeder een keer te interviewen. Toen zei ze, Mart had gewoon dromen en die heeft hij volledig waargemaakt. Toen dacht ik, god mam, eigenlijk zeg je dat wel heel erg goed. Het is gewoon zo, ik heb gedaan wat ik wilde. En wat echt mijn passie is, is dat ik... Ik wil een vrouw mooi kunnen maken. Als je een eigen schets nu van je ziet, zo hier op de muur hangen, hè, dan zie je automatisch al wel de stof dat erbij zou kunnen horen. Ja, ja. Dus kijk, het soort stof weet ik. Dat dat een bolle crepe moet zijn, dat een hele dunne crepe de Chine of een crepe Marocain of een four-ply silk. Dat kan ik allemaal zo bedenken. Maar wat ik dan de moeilijkheidsgraad wordt uiteindelijk, dat hoe zet je die duidelijke lijn erin. Over mijn handschrift hoef ik niet na te denken. Want dit is allemaal mijn handschrift. Dat kan ik zo maken. Omdat dit is wie ik ben. Ik heb het zelf getekend. Maar als ik nog zie wat ik nog allemaal heb. Dan zijn er tot nu toe denk ik toch een... Ondanks dat ik een heel duidelijk beeld had waar ik naartoe wil. Denk dat er toch zo'n 12, 14, 16, 48 verhalen door elkaar heen aan het worden zijn. Kijk, wat ik normaal ook wel eens wat ik een keer heb gedaan. Is dat ik dit in de collectie erbij had gelegd. Op de stoelen. Dus hoe ik werk met moed, met sferen. Hoe ik dus doorpas op Daniel. Die doorpasfoto, Daniel, 9:30. Met mijn schets ernaast, hoe ik het bedoeld had als valling. Als hier een prachtige van... wie is dat ook alweer? Kisseling. Prachtig naaktfiguur. Op die manier heb ik een... Bouw ik het en leg ik het een beetje uit aan mijn eigen cliëntel. Hoe dat ik eigenlijk werk. Jij kunt dus niet zeggen wat er eerder is, het beeld of het idee. Nee, het is ook een samenvorming of een samenvloeiing. En ik weet inmiddels ook wel wat mijn cliëntel wil. Wat ik zelf heel mooi vind. Ik heb heel erg gevoel voor wapperingen. Ik zou bijna denk ik een soort ventilator in de show willen zetten of zo. Dat je het alleen maar ziet waaien. Het moet iets heel luchtigs krijgen. De eerste zomerbries of zo. Ik denk dat ik een beetje in zo'n soort gevoel zit. En dus daarom is mijn stoffenbeeld ook nog veel te donker. Als ik dit er nu weer naast zet, heb ik veel te veel zwart, zoals altijd. Alhoewel het wel heel mooi is. Ik heb heel mooi slangenleer. Ik heb hele mooie ragfijne chiffons met een satijncrep erin. Heel mooi. Ook wat meer prints en zo erin. Maar dat vind ik het eigenlijk nog helemaal niet. Want dat vind ik dan ook weer te makkelijk. Als ik jou moet samenvatten in twee woorden, dan denk ik, Mart Visser, dat is inspiratie en intuïtie. Klopt dat? Vanuit intuïtie ontstaat inspiratie. Ik denk dat dat een samenvoeging is, omdat het... Je gaat wel steeds meer werken op een buikgevoel. En dat wordt ook steeds breder, wordt ook gevaarlijker. Maar op een gegeven moment merk ik dat die intuïtie zo groot is, dat ik ook daar heel erg rustig van word. Dat ik denk, nou, dan gaat het zoals het gaat. We vinden altijd wel weer een oplossing. Je wordt er eigenlijk, sinds dat ook middels na 14 jaar ervaring, dat je er gewoon rustiger van wordt. En meer geniet van het moment, er meer afstand van kan nemen. En op die manier kan ik veel makkelijker bouwen.
mooiste compliment wat je kan krijgen is als mensen zeggen van... Jeetje, maar ik vond het zo vrouwelijk wat je hebt neergezet. En als ik dat hoor van een goed geklede dame, leeftijdsloos, die niet eens klant is of wel klant... Dat vind ik eigenlijk het mooiste compliment. Is het meer tijdloze eenvoud dan dat je trendsetter bent? Ik denk dat het langzamerhand twee kanten op werkt. Omdat ik met mijn Pret-a-Porter collecties, dus mijn confectielijn... Daar moet ik echt een kant mee op dat ik ook echt als een trendy jonge designer daar een beeld in neer kan zetten. Dus moet ik ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Ik merk ook dat dat weer invloed heeft op mijn haute couture collecties. Wat eigenlijk alleen maar een uiting is van de createur, van de vormgever. En dat gaat steeds meer overlappen. Ik heb opeens van die hele grote, maar dan handgebreide cashmere trui in mijn show voor de haute couture. Terwijl ik dat beeld ook voor de winter al had gedaan van mijn Pret-a-Porter. Dat hele grote volume. Maar dat werd dan prachtig, werd dat vervaardigd in Noord-Italië, in de bergen, maar wel machinaal. En ik denk dat die collecties niks met elkaar te maken moeten hebben. Maar er zit ook wel de overlapping van mij in. Vanzelfsprekend. Meer vaart, dames. Meer vaart erin. Ja. Vaart erin. Helemaal goed. Maar ga eens maar op tempo. Linda, iets harder, oké? Jullie zijn allemaal gecast op wie jullie zijn. De vrouwen die ik erin wil hebben. Dus dat wil ik erin. Geen model, vrouw. Ik wil puur seks. Dat moet echt gewoon attitude. Jouw ding. Want je bent lekker fris, je hebt net gedoucht. Het is wel schoon, het is wel clean, het is wel crisp. Begrijp je wat ik ermee bedoel? Dat wil ik even zien. Ik hoor jou achter de schermen heel vaak zeggen, dit is seks, dit is erotiek. Hoe vertaal je nou het verschil tussen seks en erotiek in je ontwerpen? Ik denk dat ik haast alleen maar seks gebruik. Erotiek vind ik een... Emmanuel vind ik erotiek. En dat vind ik te soft. En dat, ik denk dat ik in het stuk uitstraling wat ik zoek, meer seks ben dan erotiek. Omdat seks een hardere duidelijkheid heeft. En met seks bedoel ik geen blote borsten of zichtbare tepels. Ik bedoel juist die cleavage tot hier, dat het net mooi is. En dan niet een of andere wonderbra eronder, dat het gelijk stukken jongens worden, maar dat het gewoon, het moet een welving hebben. En welving vind ik seks. En het laten zien van een tepel vind ik dan quasi-erotiek / porno. Ik vind het beeld heel mooi dat er eentje staat en dat het dan voorbij loopt. Maar ik denk dat we het zo moeten doen dat je dus dan daar staat, direct om de hoek en dan 1, 2, 3 en dan moet je inkomen. Daar moet ook een ritme in komen, want de 1 die staat wel 7 seconden weg in het begin, in die terugkomt. Er moet een ritme in komen. Wat moeten jullie afspreken als jullie opkomen, dus dat je echt een, mag ik even een stap naar achter, dus dat je, wat liefst wil ik echt dat erin. Dat je gewoon baf 1 keer zo staat en dat doe je hier. Echt helemaal hierin. Oh wel. Echt in het vakje. Oké. Dus kijk, want dan heb je ook je zijlicht. Je komt op, staan. Ja. Of als je achterlangs bent gestuurd in het begin en je komt terug en je komt hier vandaan, staan. En je loopt door, dan pak je het trapje. Einde een pose, halverwege een pose, einde pose terug. En je eindstuk is ook weer zo. Okay. Ik wil dat heel staccato erin, want dan heb ik hem helemaal gekaderd. Dat vind ik het sterkst. Ja. Ik vind namelijk ook op het moment dat je dus inkomt staan, je hebt echt zo'n houding. Weet je, dan maak ik een stuk kracht mee. En dat vind ik zo leuk. Dat krachtig moet erin komen. Ik wil jullie ritme goed. Alleen, Ben, jij zet hem in. Ja, en dat ziet de volgende en de volgende. Dus het is van jou heel belangrijk. Ja. Jij moet het allerkrachtigst zijn wat je opent. Ja. Je hebt het beeld aan van mijn collectie. Dus jij moet op dat moment echt hebben van de ding. Oh, Ben. Ja, iets gek. Nee, weet wat je doet. Nee, wat je doet. Jij komt aanlopen en dan ga je zo staan. Je ziet, je moet dat hebben. Dit. Na jou zijn nog heel veel nieuwe modeontwerpers gekomen. Toch heb je nog altijd een beetje het imago van een jonge hond, hè? Met alle respect voor je niet al te hoog leeftijd. Nou, vind ik ook leuk om te horen. Want ik heb juist niet de hang om het oude oud cultuurbeeld, zoals iedereen dat kent, om die kant op te gaan. Dat wil ik ook niet. Ik zie mezelf een beetje in dat niemands land zitten. Aan de ene kant heb je internationaal Victor en Rolf, een soort Gilbert en George van Nederland. En heel knap gedaan, heel succesvol. Dat staat daar. En heb je helemaal aan de andere kant heb je de haute couture Nederland. Frans Molenaar, Shaila de Vries, Paul Schulte. En dat is ook niet helemaal mijn richting op. Omdat dat ik dat te veel ook maatwerk bijna vind. En los van Frans dan even, te weinig signatuur ook soms. En dan, allemaal hele aardige mensen, daar niks, geen aanval. Maar daar voel ik me ook niet helemaal prettig bij.
dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. En misschien moet ik wel de naam haute couture ervan afhalen. Terwijl jij jezelf niet een vernieuwer vindt, hè? Nee, maar ik zie mezelf wel als een vernieuwer, maar dan binnen mijn eigen oeuvre. Dat ik verder bouw met dat specifieke element, met net die lijn, net die snit, net die verdeling. En daarin groei ik. En ik denk dat de mensen om mij heen, mijn ambassadeurs, mijn cliëntel, die dat al jaren volgen, zien heel sterk die groei. En dat is ook waar ik het meest positieve en het meeste van leer. Omdat zij heel goed kunnen meekijken met wat ze wel of niet mooi vinden. En ik denk, oké, die kant op, die kant op. Zover de zoektocht naar de stof. Is het leven voor jou ook een zoektocht? Of verloopt alles volgens een vast patroon om in de sfeer te blijven? Het verloopt volgens een heel vast patroon. En dat is natuurlijk ook gewoon, dat is de drukte die dit bedrijf met zich meebrengt. En ik vind het ook wel goed dat het zo georganiseerd is. Het is niet altijd dat ik het bevredigend vind. Ik vind het soms ook heel erg irritant, omdat ik dan vrij wil zijn. Ik zeg ook nog eens midden op de dag van, ik ben vertrokken en dan ga ik sporten of zo, ga ik zwemmen of ga ik met de hond wandelen in het bos. Even iets heel anders. En dat begrijpen ze hier helemaal. En dat stukje vrijheid moet ik hebben. Vind jij jezelf nu een vakidioot of ben je een idiote perfectionist? Beide en nog meer. Is het moeilijk om met jezelf te leven? Ik vind dat het heel goed met mezelf te leven is. Maar kijk, was in de spiegel en dan denk ik bij mezelf, nou, Visser, stapje minder in snelheid. Snelle manier van praten, snelle manier van handelen. Perfectionisme. Het is natuurlijk niet zaligmakend, absoluut niet. Ik kan wel eens heel jaloers zijn op mensen die echt zo'n volledige innerlijke rust hebben. Mijn hobby is mijn werk nog steeds, denk ik. Hoop ik. En ik merk wel op het moment dat ik echt rust heb en op vakantie ben, of dat ik ergens naartoe vlieg of wat dan ook, dat ik toch grijp naar iets om te kunnen tekenen. En ik denk dat dat steeds het gevoel is dat ik er eigenlijk toch altijd wel mee bezig ben. Je bent eigenlijk zo gepassioneerd waardoor het af en toe een kwelling wordt? Of het een kwelling? Ik vind een kwelling, dat vind ik een soort benauwing. En dat heb ik er niet van. Ik hou van om een ritme te kunnen doorbreken. Hoe goed een ritme ook kan zijn, hè, hoe positief een ritme is. Dan denk ik, huppakee, kom tegen de krip, andersom. Zoiets. En dat is een soort, misschien is dat een soort masochisme naar jezelf toe of zo. Ik ben natuurlijk zo perfectionistisch en de groep mensen om me heen ook dat automatisch weer maakt als een soort tegenhang dat je denkt, oké, ik schop er weer tegenaan of zo. Ik denk dat het misschien een beetje is. Je lijkt me ook iemand die juist de onrust nodig heeft om creatief te kunnen zijn. Ja, ja, absoluut onrust. En blijkbaar heb ik dat nodig. Ik denk dat het is. Ga ik nog iets innemen? We hebben nog tweeën voor de show. Ja?
mijn ideale vrouw heeft niks te maken met een... haar vorm, haar leeftijd, haar achtergrond of wat dan ook. Het gaat mij om het... het was een ideaal vrouwbeeld. Kijk, Daan is natuurlijk gewoon ideaal. Daniel, mijn huismanneke, als maat en als beeld natuurlijk fantastisch. Maar ik moet zeggen dat ik gewoon binnen mijn cliëntel... Iedereen die focust altijd heel erg op al die bekenden die eromheen hangen. Maar wat daar gewoon als niet-bekende binnen mijn cliëntel zit... Nou, dat is zalig. Daar zitten dames tussen met zoveel kracht, kaliber en energie... dat ik denk, daar leer ik ook echt van. En dat brengt mijn werk, komt mijn werk alleen maar tegemoet en maakt het mooier. Tilt het op. Ik ben toevallig nu voor een mevrouw bezig... die wilde een gewatteerde jas van mij, afgezet met zwarte vos. Dan denk ik, ja, gewatteerde jassen. Een skier kan je overal halen. En moest wat langer in getailleerd. En toen dacht ik opeens, god, eigenlijk leuk om weer met gewatteerd materiaal. Dat doen wij dan op zijde. Dat pakken we weer helemaal ambachtelijk aan op onze manier. Maar dat brengt me dan ook weer verder. Dat ik denk, oh leuk, voor volgend jaar winter ga ik gewoon eens van die mooie, lange gewatteerde. Nou, en zo kom je weer verder. Zelfs wel opeens vind je dan weer plissé, omdat iemand met plissé aan wil werken. Of opeens wordt het weer een heel suède verhaal in combinatie met bont en met leer. En zo werk je daaraan. Smaak valt nooit te twisten. Ik had bij de laatste show ook mensen die namelijk een gestaande ovatie. Dus dat geeft al veel aan bij een verwend publiek. Dus dat vind ik heel goed om te zien. Maar dan is er toch een groep die zegt van... ik vond het de mooiste collectie die je gedaan had. Zoveel mooier dan de zomer. Terwijl ik de zomer helemaal geweldig vond. En daar weer een groep was die zei van... Nee, ik vind je in die winter toch altijd weer sterker. En vroeger luister ik daar heel sterk naar. Maar dan gaat het op dat moment over smaak. Ik sta heel graag open voor een stuk kritiek erop. Aanvulling, aanpassingen, graag. Maar in combinatie met dat ik steeds minder schets... maar veel gerichter ben met wat ik doe... dat ik intuïtief veel meer kan vertrouwen op dat er een klant voor de deur staat... en eigenlijk al in de gang weet wat ik voor hem moet gaan doen... terwijl ik nog niet eens weet wat ze nodig hebben... dan kan ik daar veel meer op vertrouwen. En dat haalt een stuk onzekerheid van je veel sneller weg. Dan ben je eigenlijk de hele dag intuïtief. Ik ben heel tevreden met wat ik heb. Maar ik denk dat ik altijd een zoeker zal blijven.